Ja, ik ga je knuffel geven gewoon. Ik ook, man, maar ik ga je best wel een beetje missen. Ik ga je ook missen. Als kiespijn. Vroegmorgen in Parijs. Frisse morgen. Voor mij is het vroeg. We zijn een beetje brak. En het feit dat het nu regent helpt daar niet bij, moet ik zeggen. We zitten nu maar even toeristisch te doen bij Montmartre, bij de Sacré-Cœur. Sacré bleu. Waar we overigens weinig van zien, omdat we dus aan het schuilen zijn voor de regen. Maar goed. Ik wil naar huis. Hij wil naar huis. Ik zou niet zomaar naar Parijs gaan. Alleen met een eventuele vriendin. Zit een oproep? Ik ben nog vrij. Je hebt ook gewoon een lift. Komt hij nu mee? Toch nog een lift, hè, de laatste dag. Wat een scheid weer. Maar zo'n laatste dag, dat kan nog best heel leuk zijn als zonnetje schijnt. Maar dat is niet het geval. En nu willen we eigenlijk gewoon gillen naar huis. Het duurt denk ik niet zo heel lang meer voordat ze de eerste keer voorbij komen. Ze vertrekken pas om 4 uur. Dan duurt het nog even voordat ze voorbij komen. Leuk hè, laatste dag. Ja joh, top, genieten. Ik wil naar huis. Ik wil naar huis. Deze gozer af en toe. Is er hier iets te doen of zo, jongens? Ja, ik weet niet. Nee, zometeen gaan die gasten hier omheen. En dan draaien ze daar de Champs-Élysées op en dan gaan ze dan 12 keer rondje rijden. Ik heb voor het eerst meegedaan aan de glazen bolcup van onze vriend van de show, Thijs Sonneveld. Kevin is gaat worden. Zeg ik Grijpel met zijn mijnwerkersgezicht. Jij Nederlander? Christophe. Wie? Oké. Ik ben op pad met Len Koeman. Die presenteert het tourprogramma, wij gaan naar de tour te kijken. Moet je hem zien staan nou? Bijzonder gelijk, is op de laatste dag een vrouwtje aan het versieren. We gaan hier denk ik rond in de grond. Wel een goeie. Ja. Ga je nou serieus op de laatste dag om eens vrouwtjes te versieren? Als ik dat heb ik een proces in mijn broek, dus dat ga ik niet doen. Krijgen wij daar ook champagne of niet? Dat is toch altijd de laatste etappe? Ik hoop wel. Twee glazen, ik val om nu denk ik. Gisteren waren het er 3 en je ging dansen, dus dat is... En mooi! In dat licht ben ik op zich wel... Dat polsje zo en die voetjes, ik doe het je niet na. Nee, dat zie ik. Ik wil naar huis. Had ik al gezegd dat ik naar huis wil trouwens? Nee. Het is grauw, het is grijs, het is nat. Dat klinkt een beetje als de onderkant van je vriendin, maar... Oh. Maar die heb je niet. Ik heb geen vriendin, dus maakt niet uit. Maar vind je dit een mooi ding? Nee. Nee? Hoezo niet? Frans. Ik zou een beste achtertuin willen hebben. Rizon, zoals je weet ben ik dol op feitjes. Wat kan jij mij vertellen over dit ding? Afzichtelijk ding. Dit staat op het Place de l'Étoile. En waarom heet het l'Étoile? L'Étoile is het Franse woord voor ster. En waarom is dat zo? Als u nou hier uit de lucht naar beneden kijkt, dan ziet u zo'n 12 vertakkingen. Dat is een prachtige ster. Voor de kijkers thuis, dat moet u eens doen. Dat doe ik waarschijnlijk is het nog echt zo ook. Ik hoop dat hij vroeg van zijn fiets valt. Even zo. Ja, dit tempo kan ik ook nog mee fietsen. Wandeltempo. Ja joh. Recreatie fietsen dit man, dat tempo. Het cirkeltje is rond. We zijn terug op de plek waar we onze intro hebben opgenomen, Len. Fantastisch. Fantastisch. De Eiffeltoren. Ik word wel een beetje emotioneel, want dat wil zeggen dat het ophoudt. Ja, emotie van geluk? Of ja, ik kan nog wel even door. Ik wil ook nog wel even door. Ja, ik moet zeggen, ik ben er fysiek goed klaar mee, maar dit maakt alles goed. Dit uitzicht.
En, maakt niet alles goed, maar het is wel mooi. Want ik weet nu gewoon dat het klaar is. 4000 kilometer hebben we afgelegd, hè, om en nabij. Dat u het even weet. Utrecht-Parijs is 450 kilometer. Wij dachten, weet je wat, we plakken hem even linksom. We pakken hem even. Ja, precies. God. Sommige mensen gaan gewoon linksom, waar de rest rechtsom gaat. Maar jongens, mag ik jullie bedanken. Ja, ik ga je knuffel geven gewoon. Ik ook, man. Maar ik ga je best wel een beetje missen. Ik ga je ook missen. Als kiespijn. Nee, grapje. Cameraman, laten we de... Nee, ik wil met deze graag iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het programma. Lifters, of tenminste mensen die een lift gaven. Iedereen, vrienden van de show, iedereen die ons gesteund heeft en die op enige manier bijdrage heeft geleverd aan dit programma. Dank jullie wel. En natuurlijk Robert in het bijzonder, hè? Onze vriendelijke cameraman. We hebben er erg van genoten. Terwijl ook nog even knuffelen. Tot volgend jaar. Buenas noches.